Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we brede opklaringen van, laten we zeggen, Groningen-Friesland naar de achterhoek. Die opklaringen trekken oostwaarts. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en er gaan buitjes vallen. Temperaturen vanochtend 16 graden. Vanmiddag lopen ze iets op. Dan wordt het zo'n 18 tot lokaal 20 à 21 graden. En vanmiddag wordt het weerbeeld ook iets vriendelijker. De buien trekken gelijk naar het oosten weg en de zon gaat vaker doorbreken. Er staat wel een stevige wind, vooral in het Waddengebied. Windkracht 6 à 7, ook vanavond nog. Vanavond verder in de rest van het land zo goed als droog. En bij zonnige periodes dan halverwege de avond nog 16 à 17 graden. Morgen heel misschien in het zuidoosten nog een buitje. Maar verder toch vooral droog weer met zonnige perioden. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind neemt weer in kracht af. En voor de dagen richting het weekend zien we een stijgende lijn. Zaterdag worden het 23 zelfs tot 25 graden. Helemaal droog kan ik het de komende dagen niet beloven, maar er valt slechts een enkele bui, dus meestal is het wel droog en de zon schijnt ook geregeld. Zondag twijfelachtig, ook dan misschien 25. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl